ik vond het een hele bijzondere bijeenkomst. Het is heel duidelijk hoe urgent dit probleem is, maar ook dat het lastig is om echt de ingewikkelde, onzichtbare cultuurzaken te benoemen en op tafel te krijgen. En ik denk dat we daar met elkaar enorm de schouders voor onder moeten zetten en dat we daar iedereen voor nodig hebben. Het gaat niet alleen om ons, maar het gaat om de samenleving. Er kunnen betere besluiten genomen worden als de top diverser is. En we laten als samenleving zo ontzettend veel liggen als we dit niet met elkaar voor elkaar krijgen. Ik hoop dat de bedrijven die het charter ondertekend hebben het komend jaar aan de slag gaan om in ieder geval tenminste één bedrijf over de streep te helpen om ook dat charter te tekenen en om ook komend jaar concrete stappen te zetten om meer vrouwen aan die top te krijgen. Nou, ik vind het heel belangrijk dat dit ontbijt voor Talent naar de Top elk jaar weer wordt gehouden. Ik ben er ook elk jaar bij met heel veel plezier. En waarom is het van belang? Omdat het voor Talent naar de Top, maar voor iedereen die hier aanwezig is, van eminent belang is om altijd maar over diversiteit te blijven praten, om meer vrouwen aan de top te krijgen. Ja, ik vind het heel belangrijk dat dit ontbijt jaarlijks wordt gehouden voor Talent naar de Top. Omdat er nooit genoeg aandacht kan zijn om Talent naar de Top te laten komen. En met name zien we natuurlijk ook dit jaar weer dat er nog steeds te weinig vrouwen zijn in de top. Dus pas op het moment dat dat geregeld is, zouden we het ontbijt kunnen stoppen, niet eerder. Nou, ik proef een heel duidelijk een wat andere sfeer. Ik denk dat vorig jaar en de jaren daarvoor het iets was van, goh, we moeten hier toch wel wat mee. Maar een quotum vinden we misschien niet de goede methode. Dus er ontstaat iets meer, het kan zo niet verder. Het klinkt allemaal iets militanter en ik denk dat het eigenlijk uitstekend is. Nou, we kunnen een hele hoop dingen verzinnen. We hebben een hele hoop dingen al gedaan. 25 jaar geleden, 10 jaar geleden. Ja, weet je, hoe lang moeten we nou nog wachten? Dit jaar is echt het jaar van de waarheid. En laten we gewoon nou die doorbraak eens realiseren. Gewoon niet langer wachten, niet langer mutsen, maar gewoon doen.